Dag, kijkersboevenkindjes van YouTube. Ik maak elke week een televisieprogramma voor OutTV. Dat is een digitale zender die je in het pluspakket kunt ontvangen. Dat programma heet Margreet Dolman begrijpt het. En heb ik prachtige gesprekken in de vensterbank met van alle soorten mensen. Bekend en onbekend, hoogstaand, ook laag bij de grond. Beroemd, niet beroemd, maar altijd interessant en spontaan. En ik laat nu een gesprek zien wat ik in de vensterbank heb gehad. Je kan vrij zijn. Je kan oorkrabbelen. Het is fluisteren toch fijn. Fijn ook, hè? Ja. Want ik heb ondertussen heb ik Loes Luca in de vensterbank. En zullen we het hele gesprek zo fluisteren? Ik vind het goed, hoor. Want ik heb de vierkamer aan. Ook. Ja, het is spannend ook. Ja, zo. Ik denk zo de buitenkanten ook. Je weet dan ook niet wat je ziet. Het heeft ook. Nee, je weet niet wat je ziet. Het heeft ook wel iets dat je geheime prijs gaat geven. Als je fluistert. Dat is ook zo. Wat wil je niet vertellen eigenlijk? Ik wil het niet hebben over dingen waar ik van ga huilen. Nee. Nee. En waar ga je van huilen? Dat zeg ik niet, want dat is een geheim. Ja. Nou, dan gaan we weer gewoon. Ja, het is net of je 's nachts tegen elkaar aan het fluisteren bent. En dan ineens gewoon normaal praat. Loes Luca, die kent u allemaal wel thuis ook in Nederland en België. Want dit wordt ook in België uitgezonden. Oh, het is een homo-zender. Heb ik er aan tevoren wel bij zeggen. Wist je dat daar eigenlijk? Dat wist ik gisteren gehoord van twee homo's. Wilde homo's die ik op visite had. Ja, en dacht je toen van, oh, nou, dat doe ik niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ja, je kan toch zijn nee, dat nee, je... Nee, nee, nee. Dat dacht ik niet. Want je hebt... Ik had toch wel een beetje zo'n vermoeden. En waarom, hoe komt dat dan? Dat komt door u, mevrouw Dolman. Nou, dank u wel, omdat ik ook ruimdenkend in het leven sta. Ja. Ook, hè? Net als ik. Ja, ja. Ja, ook ruimdenkend in het leven sta. En ook geen onderscheid maak. Maar we hebben nu... Fik van der Rijt heb ik in de vensterbank gehad. Dat is een kanje van een hetero. Een kanje van een hetero, ja. En, nou, jij bent echt een... hoe zeg je het als vrouw eigenlijk? Een kanje. Je zegt niet een kanje vrouw, van een vrouw. Een vrouw zou ik zeggen. Vrouw van een vrouw. Ja. Een kanje van een vrouw toch? Een kanje van een vrouw, ja. 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 Want heb je wel eens lesbische ervaringen gehad? Dat wel ook. Moest toch een keertje experimenteren. Ik dacht, ben een homovader, wie weet ben ik dat ook wel. Ja. Maar het is niet helemaal goed uitgepakt. Maar je was met een homovader? Ja. Nee, wat zei je? Ja, en met een homovader dacht ik, dan zou ik dat ook wel in mij hebben. Oh, je vader was homo? Mm-hmm. Ja. Ja, zie je, maar dat weten de mensen. Ik vergeet wel, ook altijd alles. Dat weten de mensen Dat weten de mensen wel. Dus toen dacht jij van, dan zal ik ook wel iets potters in me hebben. Ja. En met wie ben je toen gaan experimenteren? Ja, ik weet haar naam eerlijk gezegd niet meer, maar ze had hele rare... ze had aluminiumfolie op de muur. Dat vond ik nogal benauwend. Ja. Ja, dus maar, het heeft niet echt lang geduurd. Ik vond het heel erg benauwend. Maar toen wist ik zeker dat ik... maar ik vind vrouwen wel heel leuk en mooi ook. Ja, maar op welk moment zag je dat ze aluminiumfolie op de muur had? Toen ik met haar in bed lag. Toen pas? Ja. En toen was dat te laat? Toen was dat te laat. Ja. Toen dacht ik, ach, eenmaal doorgezet, laat ik nou niet flauw doen. Nee. Dus ik heb het niet flauw gedaan... Nee. Ik moest daarna wel een beetje huilen. Dus heb je toch iets waarvan ik moest huilen? Ja, omdat je toen dacht van, het past niet bij mij. En dat je wel liefde bedreven hebt, maar er eigenlijk dan toch niet achter staat. Ja, dat zo was het, ja. Ja. En op welk moment moest je dan huilen? Toen je thuis was? Ja, toen ik thuis was. Ook als opluchting. Nou, ik heb het gedaan. En nou ja, dat was het. Ja. Ja. Ik vind dit wel mooi ook, hoor. Het is ook wel, door het huilen verwerk je het ook wel. Precies. Meteen. Ja. En combineer je dan de persoon zelf met de aluminiumfolie tijdens het huilen? Nee, ik denk dat het de aluminiumfolie, dat ik dat wel uit mijn hoofd had gezet, dat het meer de ervaring was, zeg maar, die ik had ondergaan. Ja. Ja. Nou, maar dus dat heb je meegemaakt. En heb je dat ook tegen je vader toen verteld? Nee, dat heb ik geloof ik niet aan mijn vader verteld. Terwijl hij dat best graag had willen weten, denk ik. Ja. Maar op welke leeftijd werd je vader dan homo? Nou, dat was hij waarschijnlijk altijd al. Alleen, hij was biseksueel, want hij heeft het wel met mijn moeder gedaan. Ja. Want toen was ze zwanger. En toen dacht zijn moeder, nou ja, dan gaat die ongeheim misschien wel over als hij dan met dat meisje trouwt. Dus hij is met mijn moeder getrouwd.
Maar dat was niet echt een heel gelukkig huwelijk. Nee. Want zijn verlangen lag toch wel elders. En ontdekte je dat als kind ook? Ja, want hij was heel makkelijk om, dat, om het daarover te hebben. Maar mijn moeder wist het niet. Die wist het pas na 6 jaar huwelijk. En jullie wisten het al eerder? Nee. Oh, nee, dat ik niet. Ik was 6, dan weet je dat toch niet? Nee. Maar toen, pas toen ik een beetje begon te begrijpen dat... Hè, hoe oud ben je dan? Ik denk een jaar of 13 dat mannen ook seks met elkaar kunnen hebben. Toen snapte ik het wel, want toen zaten er vaak balletdansers bij ons. Over de vloer, zeg maar. Hij nam ze mee naar huis. Waar hij dat ook mee deed? Ja. En zag je dat dan ook? Nee. Nee, maar ja goed, ik weet het niet. Nee, dat was... nou ook weer niet. Hij ging dan naar mijn kamer boven. Want daar sliep hij dan en ik sliep met mijn moeder beneden. Waarom sliep hij dan in jouw kamer? Omdat hij het dan met die balletdanser ging doen. Maar dan moest hij dan toch tegen jou zeggen waarom jij niet naar je eigen kamer mocht? Ja, ik geloof dat mijn mama ook wel zei van... Hij gaat met ze naar bed, hoor. Dacht ik, echt niet, dacht ik. Wist ik veel. Ja. Ik wist niet wat ze gingen doen. En die balletdansers waren ontzettend lief voor mij. Ik kreeg dingen. Palmpaasentakken. Huh? Ja. Wat wil je nog meer? Ja. Een knappe balletdanser en een palmpaasentak. Ja, maar dan ben je al gauw blij als kind. Ja, ik was blij. Ja. En dan dacht je van, nou, laten ze maar op mijn kamertje. Ja, ik dacht niet aan vrijen. Dat dacht ik niet aan. En als je dan naar je kamertje toe ging... Nee, maar ik ging daar niet meer naartoe. Nee, want ik sliep al... Nee, ook niet. Niet mijn kamer was al zijn kamer geworden. Dus het werd steeds ruimer, zeg maar. In het begin sliep hij nog met mijn moeder in bed en ik boven op dat kamertje. Maar toen hij eenmaal zo uit de kast was... dat het met mijn moeder alleen nog maar een verstandshuwelijk was... en hij met mannen ging vrijen, open en bloot... sliep ik met mijn moeder in bed en hij op mijn kamertje. Och, maar dan is dat ook wel weer zielig voor jou... dat je kamertje afgepakt is. Dat je geen eigen kamer hebt. Ja, zo heb ik dat nooit. Vond, als ik zo terugkijk, vind ik het eerder zielig voor mijn moeder. Want hij wilde dan niet bekennen dat hij een vrouw had en een kind. En dan zei hij, dat is mijn hospita. Oh. Dat is niet zo netjes, hè? Tegen die balletdansers. Ja. En zei jij dan... Nee, ik zei niks, wist ik veel. Maar dan moest je dat voor jou, want dan kon jij tegen een balletdanser zeggen... als je zo'n palmpaasentak had gekregen, van het is helemaal niet... Een palmpaasentak wordt nou wel een dingetje, hè? Het is mijn moeder. Nee, maar dat zei mijn moeder zelf. En dan gingen die balletdansers ook wel huilen. Dat vonden ze dan heel zielig. Ja. Voor dat vrouwtje met dat kindje. Maar ik was gek op mijn vader. Dus ja, die kon alles maken. Dan? Ja. Dus het manipuleren? Nee, maar als kind weet je toch niet beter? Ik bedoel, het is zoals het is. Jawel, maar je wordt een... Ik kan me voorstellen dat je als kind dan wel denkt van... Mama is geen hospita. Maar, ja, maar geloof niet dat ik daarin betrokken werd. Dat gebeurde dan tussen mijn moeder en die balletdanser. Dat heb ik achteraf horen zeggen. Oh, dat zei hij niet waar ik bij was. Want dan zou ik vast gezegd hebben... Dat is helemaal niet waar. Dat is mijn moeder. Dus daar was ik dan niet bij. Nee. Maar dat hoorde ik achteraf van mama. Ja. Ja. En is je vader altijd thuis gebleven? Of is hij uiteindelijk nee, want toen ik 13 was, zijn mijn ouders gescheiden. Toen ben ik met mijn moeder op een flatje gaan wonen in Overschie. En is mijn vader in het huis gebleven waar we eerst woonden. En is hij daar gaan samenwonen met een jongen. Oh ja. En je hebt altijd goed contact met je vader gehouden? Ja. Want dus is overleden? Ook ja, verder, overleden. Op welke leeftijd? 63. In 1993. Dus hij is al bijna 20 jaar dood. Ja. En je moeder die heeft niet iemand anders meer? Ja, die is nog hertrouwd, maar die is ook weer gescheiden. Oh ja. Dus die is nu alleen. En woont bij mij om de hoek. En ik ben haar aan het verplegen, want ze heeft een nieuwe knie. Oh. Dus ik zit in de Clivia-stand, zeg maar. Oh, ik heb haar net ontbijt op bed gebracht. En ik heb er een boterhammetje achtergelaten. Oh. En straks ga ik voor de koken. Nou, wat leuk, want je hebt een hele lieve moeder. Ik heb een hele leuke moeder, ja. Ik heb er wel eens een moed ook een aantal keren. Ja. Ook toen je concert had in Bloemendaal, ja. Op een luchtconcert. Ja. Met Frederik Spier. Daar had die lelijke jongen het nog over, die daar achter de camera staat. Ja. Zou je even in beeld brengen, dan kunnen de mensen het ook zien. Ja. Over dat concert had je het, want daar was je moeder ook. Ja. En dat was echt zo, ik vond het zo'n indrukwekkend concert in de open lucht. En Vree Spicht, echt fantastische zangeres. En jij ook. Ik heb nog nooit zo mooi nummer horen zingen. Je mag hem hebben, zo heet het toch? Ja. Van Annie Schmid. Ja. Want ik vond altijd dat Connie Stewart het op de beste manier deed. En toen heeft Karen Bloem het nog wel gedaan. Heel veel mensen hebben het gedaan. Moet maar googelen thuis wat voor nummer dat is. Je mag hem hebben. Maar jij deed dat zo...
van binnenuit en zo dramatisch, maar ook ja, met respect. Nu ik het eigenlijk denk, nu het over je vader en je moeder hebt, kan ik me voorstellen dat je moeder ook zo gedacht heeft. Van, je mag hem hebben. Dat gaat dan over een vrouw die getrouwd is. En de man die krijgt een andere vrouw. En de vrouw is eerst heel kwaad en zo. En dan uiteindelijk is het dan dat ze zegt... Zich erbij neerlegt. Neem hem maar maak hem niet stuk. Ja. Ja, wees lief voor hem. Als het toch speelgoed is, ja, hè? Maak precies, hem een speelgoed niet stuk. Ja. Zegt ze ook, ja. Dat is dus heel mooi. En jij... deed het zo prachtig. Is dat dan fijner dan bijvoorbeeld met het schaap? Want dat is natuurlijk heel zwaar, toch? Schaap is zwaar, maar dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik doe eigenlijk nooit dingen met enge collega's. Ik heb altijd leuke collega's om me heen. Ja. Ik vind het belangrijker dat de collega's leuk zijn dan dat het script helemaal dik voor elkaar is. Want dat was niet zo bij het schaap. Nee, daar zeg ik het niet. Dat zeg ik het niet voor. Nee, maar ik bedoel te zeggen... Ik vind het belangrijk om met leuke mensen te werken. Ervan uitgaande dat je met die mensen ook van iets... Misschien niet zo goed is, iets goeds kan maken. En dan bedoel ik niet per se de scripts van het schaap. Want die zijn wel goed. Dat doet Frank heel goed. Ja, Frank, die liedjes zijn hartstikke leuk. Nee, het schaap, daar werken wij heel hard aan. Ja. Maar met heel veel plezier. Maar dat straalt er volgens mij ook... Aan alle kanten vanaf. Wat is nou je... Want ik zie ook steeds... Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, ik heel makkelijk in. Mensen moeten vaker handtastelijk worden. Vind ik helemaal niet erg. Ook op kantoor gewoon. Ja, echt zeker. Ik ben voor seksuele intimidatie. Ja, leuk is dat. Eerst vragen mag ik even aan de bonbonella's. En als ze dan ja zeggen, dan mag het. Even gewoon zo. Niet zo moeilijk doen. Ja, nee, dat vind ik ook. Dat ben ik ook. Dat gaat ook. Hallo. Dag. Dag. Zie je, dat ik ook meteen in beeld ben. Het is nou een beetje stil ook. Maar meteen handtastelijk. Want ben je zelf gauw handtastelijk eigenlijk? Ik ben heel makkelijk in aanraken. Ja. Maar vind je ook niet dat de mensen wat gefrustreerder raken? Dat ze meer angst krijgen voor aanraken? Dat weet ik niet. Mensen zijn wel banger om de deur open te doen en vreemde mensen mee naar huis te nemen. En dat is niet geheel onterecht. Maar ik vind het wel heel jammer. Ja. Dat je geen lifters meer mee kan nemen. Dat je dan bang bent dat ze je de strot afsnijden. Vroeger heb ik zelf ook gelift en ik nam ook altijd lifters mee. Ja. Nou, nooit twee mannen als ik in mijn eentje was. Dat is dom. Oh, dat heb je ook wel opgelet. Ja. Let wel op. Ja. Ik vind wel, je moet voorzichtig zijn, maar niet bang. Nee, je moet voorzichtig zijn. Maar als je nou twee zoete balletdansertjes... Dan neem ik ze mee. Ja. Als er twee van die staan, neem ik ze ook mee. Dat zie je in een oogopslag. Jawel, maar dat kan heel fout uitpakken. Ja, dat kan. Maar als je niks onderneemt en niks waagt, maak je ook niks mee. Nee, dat is waar. Ik nam vroeger wel onbekende mensen mee naar huis. Maar ook bootwerkers? Ik heb nog geen bootwerker over de vloer gehad, maar ik heb niets tegen bootwerkers. Nee. Jij wel? Nee, toch niet. Nee. Nee, want die kunnen heel... Van zo gek dat jij iets tegen bootwerkers hebt. Nee, ik heb niks tegen bootwerkers. Die kunnen juist heel zachtaardig zijn. Tuurlijk. Bootwerkers. Prachtige, zachtaardige bootwerkers. Ik kan niet wachten tot die langskomt. Nee, die zijn dan... bij het bootwerken zijn ze heel hard. En nogal wat, en nogal wat. En dan thuis is de zoetheid zelf. Dat is gewoon... Ruwe bos, de blanke pit. Ja, precies. Ja. Dat. Nee, maar dat gebeurt niet meer zoveel. In mijn jonge jaren kwam je reizigers tegen. Mensen uit allerlei landen die met een rugzak riepen... waar zal ik vannacht eens gaan slapen? En dan zei je, wat doen we bij mij? Oh ja. Ja. En ik heb dat... En mijn sliepen ze dan ook bij jou in bed dan? Nee, niet in bed. Ja, ja, maar dat kan toch? Als het een leuke backpacker is. Nee. Zover ben ik niet gegaan. Ik heb wel een poosje geleden, toen Harold er nog was... Toen gingen wij de vuilnisbak buiten zetten. En toen lag er een neger op de stoep. En zei, nee, geeft niks, maar als je maar netjes, niet pak een sigaret en zo weggooien, wel netjes houden. Pak even aan, want er waren puimen. Dus die neger pakte het aan. En wij zaten buiten op balkon een biertje te drinken. Zei, zullen we vragen of hij ook een biertje wil? Dat wou hij wel. We hebben hem nog op de stoep een biertje gegeven. Voor aan de voorkant. En toen zei Harold, u ligt hier al een paar nachten, hè? Ja, zei hij, want daar heb ik ruzie met mijn vrouw, ben er uitgegooid, dat is dood geweest. Oh, en dan gingen wij weer op het balkon sigaretjes roken en een drankje drinken. Dat is ook zielig. We hebben hier een groot huis met allemaal kamers. Zullen we aan die man vragen of die vannacht dan beneden wil slapen in een van de kinderkamers? Ja. Doen we dat? Nou, we hadden die man in zijn ogen gekeken en gedacht, het is een oké neger.
Ja. En toen hebben we hem gevraagd om binnen te komen. En of hij wat wil eten, ja, dat wou hij wel. En hij wou nog wel een biertje. En toen ging hij slapen. En wij ook, wij gingen naar bed en wij lagen naakt op bed, want we sliepen naakt. En ineens werden we bang. Dachten we, zijn wij nou dom? Hoe dom zijn we? Gaat hij nou straks hier? Want we hadden wel tegen hem gezegd, u kan er niet zomaar uit, want we hebben een alarm. Ja. Dat hadden we ingebouwd, ja, zeg maar, als zekerheid. Maar waar, je bent toch naakt in bed met z'n tweeën. En een neger beneden in de kelder. Ben je nou dom of niet? Maar ben je dan bang, want je legt de klem dan op naakt, dat hij dan... Nou, je bent heel kwetsbaar. Ik leg de kwetsbaar de klemtoon op naakt. Omdat je zo kwetsbaar... Je bent bloot in bed, ja, met niks. En als stel dat gebeurt, er ineens iemand staat, zeg, ga je pakken. Ja, dan kom je onzeker over. Kwetsbaar over. Nou, ik denk het wel, ja. Ik zou dat niet mee willen maken. Toen hebben we alle twee onze badjas aangetrokken. Toen zijn we beneden op de bank gaan zitten. En de neger lag dus in de kelder, onder ons. Ja. En toen zijn we zo'n beetje, wel toch moe, dus een beetje zo in slaap gevallen, alle twee op de bank. En die neger kwam 's ochtends heel fris en die hebben we ontbijt gegeven en die is weggegaan. En we waren toch blij dat we het gedaan hadden. Nou, wat mooi, wat een goed. Wat een goed happy verhaal, end. Hè? Ja, ja, wat een happy end. Nooit meer wat gehoord van die neger. Bloemetje had op zijn plek geweest. Ja, dat is waar. Ja, vind je niet? Ja. Of chocolaatjes. Ja, dat is ja, waar. Ja. Ach, dat, maar, en daarna hebben jullie het nooit meer gedaan? Nou, er was geen neger meer op de stoep. Maar anders zou ik het gerust nog doen, denk ik. Maar in mijn eentje zou ik dat niet zo snel doen. Nee. En ook niet dat je dan met kleren of met een pyjama aanslaapt. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, het heeft gewoon dat je aan de ene kant ruimdenkend wil zijn samen. Ja. En dan ineens spanning krijgt van, ja, zijn we wel goed bezig? Ja, ja. Zijn wij nou dom, ja. Ja. Dat waren we dus niet. Nee, nou wat mooi. Wat goed dat je ook zo open in de maatschappij staat. En hoe leef je nu? Je bent nu alleen? Uh-huh. En heb je nog wel iemand op het oog? Nee. Dat je vindt het zo goed ook om alleen... Nou, lief niet, maar ik vind het leuk, vind ik het niet. Nee. Maar ik heb niemand op het oog. Want ik heb nog steeds verkering met Harold, alleen hij komt niet meer thuis. Want hij is overleden? Ja. Ja, maar daar gaan we dus ook niet over hebben, nee. Want je wil ook nee, niet huilen. Nee. Maar je bent dus trouw aan hem eigenlijk nog? Ja, niet zo. Ik denk niet elke dag, ik moet trouw zijn aan Harold. Maar nee, het gebeurt gewoon niet. Nee. Hoe lang is het geleden dat hij overleden? Bijna 5 jaar. Bijna 5 jaar? Ja. Maar je hebt ook niet dan, je hebt natuurlijk wel vrienden waar je mee heel optrekt. Veel vrienden en ik heb kinderen en ik heb een moeder en ik heb een druk bevolkte huis. Ja. Daar logeren nog steeds heel veel mensen. Kinderen zijn allemaal de deur uit. Dus ik woon er in principe alleen. Maar er slaapt een paar keer in de week wel iemand bij mij in huis. Ja, in de kelder. Gezellig. Niet in de kelder, oh, nee. Want het is nu opslagruimte geworden voor Nina's spullen. Want die is naar Engeland verhuisd. Oh, ja. En Nina is je dochter? Is mijn kind, ja. Ja. Wat doet die in Engeland dan? Die zit op een school, doet ze een master in animatie. Oh. Zij maakt tekenfilms. Wat leuk. Heel wat leuk. Mooi. Ja, heel leuk. Je hebt niet wat academie gehad? Nee, Sint-Joost in Breda. Oh, die is ook heel goed, Sint-Joost. Ja, die is heel goed. Sint-Joost is heel Chris goed. Van Geest heeft daar ook opgezeten. Heel veel beroemde schilders hebben daar ook opgezeten op Sint-Joost in Breda. En nu zit ze in Londen, doet ze animatiecursus. En wanneer komt ze weer terug dan? Over een kleine 2 jaar. Ze is nog maar net weg. Oh, ja. Maar ja, Londen is vlakbij. Ja, en Londen heel leuk. Vlakbij. En zo vlakbij nou ook weer niet. Oh. Dag. Enthousiaste mensen. Is geen bootwerker. Nee, is geen bootwerker. Ze hadden we hem binnengehaald. Ja, door het raam. En wat staat er op jouw agenda? Ik ga 6 mei begin ik te repeteren met John Buisman. En Barbara Pauls en Michiel Sluismans. Onder regie van Rob Lichthart. Peer Wittebos heeft iets voor ons geschreven. En dat wordt maar een korte productie. Dat spelen we alleen op Oerol. Oh, ja. En op het theaterfestival in Den Bosch. En in de Schouwburg te Rotterdam. Oh, ja. En daarna? Daarna, ja, er komt misschien een film van het schaap. Oh. En ik ga volgende zomer. Dag, leuk hè? Ja, zeker leuk. Dag. Ook geen bootwerker. En een vrouw eraan vast, dus dat schiet niet op. Daarna ga ik in de zomer spelen in de De La Mar met in ieder geval Tjitske. Oh, wat leuk. Ja. Ik heb het vorig seizoen gezien met Tjitske. Ja. Tjitske is fantastisch. Ja. Hele goede actrice. En kan je ook niet hier zingen met je moeder? Ja, samen? Dat is wel, ga ik een keertje met
dokter Valentijn over praten. Nou, ja. Loes, ik vond het een heel fijn gesprek. Had je zelf nog iets dat je denkt van, dat wil ik nog te berde brengen? Dat je denkt van, nou, ik zit hier nu toch. Ja. Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee. Niet echt. Nee. Ook niet echt niet, maar ook niet echt wel. Nee, nou, en dat is niet echt niet, is niet echt nee. wel. Ja. Dan, denk ik, dan is dat een goede reden om over te schakelen naar dominee Gremnaert. En om te kijken of hij wat opgestoken heeft van dit gesprek en van de hele uitzending. Dat hoop ik maar. Ja, dat hoop ik maar. Ja, nou ja, zeg ja. Wat een. Slokje. Wat een geweldige actrice. Deze Loes Luca, wat een geweldige vrouw. En wat ik ook zo goed vond, dat ik het mag zeggen, dat ze zei dat ze alleen wilde werken met leuke collega's. Dat zo belangrijk voor haar was, de collega's. Want daardoor hou je plezier in het werk. Tekst is belangrijk, maar de collegaatjes, de samenwerking, dat is haast nog belangrijker. En als je plezier hebt in je werk, dan krijg je ook zin om met dat werk door te gaan. Oh, ik heb zulke leuke collegaatjes, ik heb zo'n zin om lekker door te gaan. En mevrouw Luca, die bevindt zich natuurlijk wel in de positie dat ze haar collega's zelf uit kan zoeken. Maar niet iedereen is zo bevoorrecht. Want misschien jij die kijkt, en dan doe ik niet op Loes en op Margreet, maar de andere kijkers allemaal in Vlaanderen en in België. Jullie moeten misschien wel doen wat er van je verlangd wordt. En moet je wel bijvoorbeeld met hele vieze collega's. Dat is ook erg. Als je met vieze collega's op kantoor zit, echt mensen die een beetje stinken. Je kan geen kant uit. Of onbetrouwbare collega's. Ook verschrikkelijk. Dat je gewoon helemaal niet meer weet wat je aan iemand hebt. Iemand zegt dit en je weet tegelijkertijd dat iemand liegt, dat het gedrukt staat. Of achterbakse collega. Ze zeggen tegen jou in je gezicht, dat ziet er leuk uit. En achteraf zeggen ze, wat is die oud geworden? Dat is, dat kan allemaal gebeuren. Meestal heb je het in het leven niet voor het zeggen. Of je hebt ook collega's die het bloed onder je nagels vandaan pesten. Echt achter elkaar door. Het kan allemaal zo erg zijn. En ik wil je zeggen, ja, maar als je op je werk gepest wordt, zoek dan gewoon een andere baan. Ja. Maar soms gaat het pesten zo ver dat je volkomen apathisch wordt. En dat je denkt, ja, het zit... Het ziet mijn tijd wel uit. Dat je de tijd uit gaat zitten. Dus het is wel verstandig, als ik even de tip mag geven, om bij het eerste pestgedrag op kantoor of op school meteen te reageren. Of meteen terug te pesten, weet je wel. Je kunt leren pesten, terugpesten of zo gauw mogelijk vertrekken. Maar ja, wat dan? Dan vertrek je bij een baan, wat dan? Maar dan, de banen liggen niet voor het opscheppen. Nee, het is allemaal niet zo. Het is allemaal niet zo makkelijk voor de gewone man. Maar voor Loes Luca is het ook niet altijd makkelijk. Want het lijkt altijd roze geuren, maneschijn hebben, die artiesten, die hele theaterleven. Maar het is wel degelijk een wereld van hard werken, jezelf wegcijferen, angsten overwinnen. En je vaak alleen voelen. Ja, nou ja. Ha, wat veel onderwerpen, hè? Om nog eens over na te denken. Ik wens u heel veel nadenkmomenten wens ik u toe. Maar ook een fijne voortzetting. En ik hoop u trouwens ook nog even ertussendoor op 27 april in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen te zien. En op 1, 2 en 3 mei in het De La Mar Theater in Amsterdam. En dat wil ik eventjes verklappen. Ik ga in Amsterdam meteen een kroningspreek houden. Meteen na de kroning hou ik meteen de kroningspreek. Scherp, maar wel transparant. Dat kan een hele mooie bijeenkomst worden. Nogmaals, een hele fijne voortzetting, dames en heren, kijkers in Vlaanderen en in Nederland. En zou ik zeggen, terug naar Margreet en Loes. Oh, wat een lief stel.
Nou, daar steek je toch wat van op, hè, wat dominee Grim daar gezegd heeft. En ik moet nog even zeggen dat de God van Nederland, dat is een speciale aflevering van de Vrijstaat Oranje. Dat is een speciale aflevering van de God van Nederland, dat blad. En het is overal, vooral bij Atheneum te koop, maar niet, het is niet overal te koop. Ik denk dat we een hele fijne uitzending hebben gehad. En met een leuk gesprek ook. En allemaal leuke gesprekken. En ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt. Want dit is het programma waar de vrijheid hoog in het vaandel staat. We mogen alles zeggen. Ga jij ook Koninginnedag weer behoefte? Nou, de kroniek, dat komt wel. Gaan ook niet meer. Want ik zie de aftiteling alweer. Dus we zijn er doorheen. We mogen niks meer zeggen. Nee, kan niet meer. Kan niet meer. Ik zou zeggen, tot volgende week dan. En bedankt. Mag ik nog wel even kussen? Oh, bedankt. Tot volgende week dan. Doei.